We beginnen onze verkenning van het historische centrum van Tilburg bij het moderne stationsgebouw uit 1965, ontworpen door architect Koen van der Gaast. De blikvanger is een bijzondere, zwevende overkapping waaronder de perrons en de restauratie hun plek hebben gekregen. In 2013 kwam er een nieuwe entree en een brede passage door het station naar het toekomstige stationsplein aan de andere kant. Nog een opvallend element, de wasknijperklokkentoren. Langs de spoorlijnboulevard staat even verderop een opvallende woontoren. Het lijkt net of die is behangen met nestkastjes. Helemaal aan de andere kant van de spoorlijnboulevard staat op de kop nog een opvallend gebouw. Het hoofdkantoor van Interpolis van Bonnema Architecten. De lange, lage kantoorvleugels en de 92 meter hoge verkeerstoren vullen elkaar heel mooi aan. De Tilburgse skyline wordt overtuigend gedomineerd door dit landmark. Het Interpolis kantoor was eind vorige eeuw een van de eerste grote kantoren in Nederland waarin de werknemers geen eigen kamer of vaste werkplek meer hadden. De Sint-Jozefkerk is een baken van rust in de drukke Tilburgse binnenstad. Hier woonde de schilder Vincent van Gogh van 1866 tot 1868 toen hij leerling was van de Tilburgse Rijks-HBS Koning Willem II. Hij kreeg daar les in Nederlands, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, meetkunde, rechtlijnig tekenen, handtekenen, plant- en dierkunde, schoonschrijven en gymnastiek. De leerlingen van nu zullen het zich nauwelijks kunnen voorstellen. Dit vakkenpakket was heel normaal tot in de jaren 60 van de vorige eeuw. Hoezo te veel vakken? Dit is het kunstcomplex van Tilburg. De Fontys Hogeschool voor de Kunsten is hier neergestreken. De Muzentuin is de eigentijdse binnentuin, omgeven door de kunstopleidingen. Vroeger was hier de kloostertuin. Een moderne stalen brug vormt een aangenaam contrast met de oude bomen. De concertzaal is een creatie van de beroemde architect Jo Koenen. Een mooie afronding van de kunstcluster.
De Sint-Dionysiuskerk staat in de volksmond bekend als de Heikense Kerk. De Heikense Kerk staat op de plaats van de oorspronkelijke parochiekerk van Tilburg in het centrum van de stad. De naam Heikense Kerk verwijst naar de hertgang Het Heiken, waar zich tijdens de reformatie een schuurkerk bevond die als parochiekerk de voorganger was van de huidige kerk. Dit merkwaardige gebouw met kantelen en namaaktorens lijkt een kasteel. Maar dat is het beslist niet. Het is een paleisje geweest dat tussen 1847 en 1849 is gebouwd in opdracht van koning Willem II. Enkele weken na het gereed komen van het paleis overleed hij. Hij heeft nooit in zijn paleisje gewoond. Zielig, hè? Naderhand heeft het pand jarenlang dienst gedaan als stadhuis van Tilburg. Villa de Vierjaargetijden werd in 1856 gebouwd voor de familie Paulet. Pierre-Philippe Paulet, een Franse koningsgezinde stoffenhandelaar, vluchtte uit angst voor de revolutionairen in 1793 naar Nederland. Toen de kust in Frankrijk weer veilig was, keerde de familie terug naar hun geboortegrond. Alleen zoon Guillaume bleef achter en werd in Tilburg een wollenstoffenfabrikant. De zoon van Guillaume, Louis Paulet, liet de imposante villa met de veelzeggende bijnaam Kasteeltje van Paulet bouwen. Villa de Vierjaargetijden is nu een restaurant. Op de plaats waar vroeger een postkantoor stond, is nu, naast de Joodse synagoge, de Helga Deentuin verschenen. Helga Deen is het Joodse meisje uit Tilburg dat in juli 1943 in vernietigingskamp Sobibor omkwam. In juni 1943 was ze een maand lang in Vught geïnterneerd, waar ze een dagboek bijhield met aantekeningen en brieven gericht aan haar vriend Kees van den Berg, die in 2001 is overleden. Toen, in de oorlog, was Kees een jonge kunstschilder waarop Helga Deen verliefd was. In 2004 kwam dit dagboek via een zoon van Kees in het bezit van het regionaal archief Tilburg. In 2007 is het dagboek in druk verschenen. In 2013 werd in de Helga Deentuin een beeld van Margot Homan geplaatst, in brons, geïnspireerd door Helga Deen met Kees in haar gedachten.